Nogmaals, Odi Odi ook aan de internationale luisteraars die elders in deze wereld gekluisterd liggen of zitten of staan aan de radio. En ik ben iedereen graag weer van dienst met mijn gebruikelijke commentaar op de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. Odi Odi. En Iwan, ik moet je, het is toch bij het krikken van de dag vandaag, de maandag. 1 juli, hè? Moet ik je 1 juli emancipatie als eerste feliciteren met de herdenking van het feit dat op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname officieel is afgeschaft onder internationale druk. Nederland behoorde bij een van de laatste landen die die slavernij afschafte. Vele landen waren Nederland al voorgegaan. Maar het is er eindelijk toch van gekomen. En daarom feliciteer ik de gehele Surinaamse gemeenschap met deze stap eind te willen maken aan mensenrechten schendingen. En daar is het mee begonnen. Met die formele afschaffing van slavernij. Maar het feitelijke afschaffen van uitbuiting en mishandeling van mensen, dat is een lange tori, zo de broer onze nationale dichter gezegd hebben. Er is nog heel veel mis in Suriname wat direct verbonden kan worden met die slavernij toestanden. En er is nooit serieus op nationale grondslag, nog door Suriname, nog door Nederland, studie gemaakt van hoe wij uit dat proces van heling en van reparatie kunnen komen. Ik hoop dat, dat met deze viering dit jaar die stap wel gezet kan worden. Dat is die beruchte comma van de president. Hij is inmiddels, precies vandaag is hij niet meer, is hij nog de laatste dag demissionair. Zoals u weet is het Nederlands kabinet Rutte demissionair. Ze houden nog even de machtspositie vast om het nieuwe kabinet dat in de startblokken staat een kans te geven. Morgen wordt dat nieuwe kabinet van Nederland geïnaugureerd. Ja, en dan gaan ze op het bordes staan samen met de koning. En dan heeft Nederland een nieuwe regering. En ze hadden geen rekening gehouden met 1 juli. Omdat ze hadden dus die datum van het begin gepland op 1 juli. Maar op de valreep hebben ze het verschoven naar 2 juli, heb ik begrepen. Maar goed, dat is even terzijde. Nu staat centraal de herdenking en tegelijkertijd ook de viering van onze vrijheid die we hebben verkregen. Formeel vanaf 1863, 1 juli. Maar natuurlijk, dat was gewoon een papier. In werkelijkheid heeft men in Suriname de vrijwording, tussen aanhalingstekens, van die bevolking die in slavernij gedompeld was, heeft men in fase, heeft men dat voltrokken, dat die mensen werkelijk helemaal vrij waren. Want wat heb je aan een vrijheid terwijl je niks te eten hebt? Wat heb je aan een vrijheid zonder huisvesting? Wat heb je aan een vrijheid waarbij je van de plantage bent weggejaagd en vanaf punt nul letterlijk moet beginnen in Paramaribo op die prasossos van die hele monumentale mooie witte houten gebouwen van de kolonisten? En daar op het erf is de vrije wereld begonnen voor de ex-slaafgemaakten. En daar denken we, dat herdenken we elk jaar op 1 juli. En het is een bijzonder jaar dit jaar, omdat er een proces aan vooraf is gegaan dit jaar, van dat Nederland, zij het ook weer met horten en stoten, op het punt is beland dat men in de regeringskringen akkoord ging met het bieden van de verontschuldigingen
Surinaamse bevolking voor hetgeen zich heeft voltrokken tijdens de slavernijperiode. Dus Nederland heeft een gebaar gemaakt en laten we hopen dat het vanuit het hart komt en eerlijk en oprecht gemeend is. Maar men heeft in ieder geval hoe dan ook dat gebaar gemaakt, dat men bereid is met andere ogen te kijken naar wat zich heeft voltrokken in die slavernijgeschiedenis in Suriname. En dan beginnen we het te hebben over wat de oorspronkelijke bevolking is aangedaan, die de eerste zijn geweest die op het grondgebied Suriname een geringe, kleine, eenvoudige infrastructuur hebben aangelegd, zodat bewoning van het oerwoud mogelijk werd in Suriname. En de kolonisten hebben die plekken veroverd hebben toen daar een eigen geïmporteerde ontwikkeling gegrondvest. Zo is Paramaribo ontstaan. Het was vroeger een nederzetting, een Indianen-nederzetting. Ja, en er is het laatste woord daarover nog niet gezegd. Want ik heb in de literatuur die ik heb doorgenomen om te weten hoe Suriname eruit zag voor de Nederlandse kolonisatie, ja, heb ik verschillende versies gehoord van zowel de Indianen die er woonden, sommige boeken of de meeste die vanuit het Nederlandse koloniale standpunt zijn geschreven, die spreken over de Surinen, een Indianengroep. Een Indianenstam die dat gebied dat nu Suriname heet bevolkten. En je hebt ook andere verklaringen van Tupi-Indianen die nu bijvoorbeeld in Brazilië, in Noord-Brazilië zijn gehuisvest, die die regio bewoonden. En je hebt verhalen over, en het zijn er veel meer hoor, maar ik noem als voorbeeld de Losse Mouw, noem ik wat ik zo heb begrepen. Van de Indianen, die Caraïben en de Arawakken, die zich verspreid hebben over die noordelijke gebieden in Zuid-Amerika, dus die noordkust van Zuid-Amerika. En daar zijn, je hebt ook de Taino-Indianen, die zijn overgestoken naar de Antillen. En zo heb je ook in de geschiedenis van Curaçao, Aruba en Bonaire, heb je dus die geschiedkundige verhalen over de primaire bewoning van die gebieden door Indianen die afkomstig waren uit het Orinoco-gebied in Venezuela. Ja, en terecht zijn gekomen op die eilanden. En dus behoorlijke verhuizingen hebben meegemaakt. Die Indianen stonden bekend als een nomadisch volk. Dat is dus nomadisch betekent dat ze niet op één plaats wonen en telkens verhuizen van de ene plaats naar de andere, omdat ze om in leven te blijven roofbouw pleegden met hun omgeving. Daar verbouwden ze op eenvoudige wijze hun voedsel en als de grond uitgeput was, dan verhuisde men naar een andere plek. Ook als men op die plek waar men zich had gehuisvest, als men bedreigd werd door vijandige buren, stammen die het op hun gemunt hadden, dan was dat ook een reden om te verhuizen. En zo leidden de eerste Indianen die Zuid-Amerika bevolkten een nomadisch bestaan. En die Indianen die hebben de eerste confrontatie gehad met de kolonisten uit Europa na Columbus. En u weet allen het jaar waar Europa begint te spreken over de geschiedenis van de Amerika's is 1492. Ja? En dan zie je dat er dus diverse expedities worden ondernomen vanuit Europa naar de Amerika's en de Europeanen zich vanaf het noorden van de Amerika's, dus Noord, Midden en Zuid-Amerika, tot en met het zuiden vestigde. Ja, en dat is, die geschiedenis heeft zich voltrokken in etappes.
kappers en de Nederlanders deden in die aanvankelijke jaren nog niet mee met die bezetting van Zuid-Amerika. De Nederlanders die waren wel al, hadden wel al voet aan wal gezet in Noord-Amerika en waren al bekend met de Kaap, dus met de zuidpunt van Afrika, ja, waar ze zich ook hebben gevestigd. En later Indonesië en China. En op een gegeven moment heeft men ook voet aan wal gezet op de Antillen en in Suriname. En natuurlijk, dat is voor een andere keer. Ik heb uit de losse mouw heb ik deze informatie nu voor verstrekt om aan te geven dat die afschaffing van de slavernij ruim bekeken ook geldt voor de inheemsen van Zuid-Amerika, dat zijn de Indianen. Ja, die ook, die men als eerste volk heeft proberen te koloniseren en de slavernij heeft willen opleggen aan die Indianen. Maar die Indianen, die gaven zich niet gewonnen. Die hebben van meet af aan strijd gevoerd tegen de slavernij. Men wilde zich niet fysiek onderwerpen aan een vreemde mogendheid of aan vreemde volkeren. En in onze boeken hebben we geleerd, dan heeft men het zo weergegeven, dat Indianen te zwak zouden zijn geweest voor de landbouw en voor de uitbuiting. Dus dat wil zeggen, men kon niet met ze doen wat men wou. En heeft men toen besloten om andere volkeren naar Zuid-Amerika te transporteren, waaronder de Afrikanen uit Afrika, die de beoogde gratis arbeid zouden kunnen verrichten, et cetera, et cetera. Maar ik heb het alleen maar over het verschijnsel slavernij, ja, een systeem van uitbuiting van de ene mens door de andere. Dat heeft ook dus de Indianen met een moderne aanduiding, zegt men tegenwoordig, de inheemsen heeft men aangetroffen en onderworpen. Maar die slavernij heeft structureel, heeft het zich niet kunnen voortzetten onder de inheemsen en is men ertoe overgegaan halverwege de 16e eeuw om voornamelijk Afrikaanse arbeidskracht in te zetten in die slavernij. En in Suriname hebben de Nederlanders vanaf 1667 voet aan wal gekregen. En het voor het zeggen gekregen in Suriname. En dat betekent dat vanaf toen, en als je het strak rekent, dan spreek je van 2 eeuwen, maar al een eeuw daaraan voorafgaand was men al bezig met, dus maar onder jurisdictie van andere koloniserende landen, dat zijn Portugal, Spanje en Engeland vooral. Zodoende hebben wij als buurland, hebben wij voormalig Brits-Guyana en aan de oostzijde hebben wij Frans-Guyana. Dat zijn andere Europese landen die met hetzelfde bezig waren, met slavernij en slavenhandel, met het systeem van uitbuiting door middel van slavernij. Dus de Nederlanders stonden niet alleen. Ja, maar vanaf 1667 is die slavernij onder jurisdictie van de Nederlanders, is die slavernij geweest in Suriname, heeft plaats gehad en hebben Surinamers eeuwen onder een onmenselijk juk moeten leven en gedijen en hun arbeidskracht gratis ter beschikking moeten stellen voor de Nederlandse kolonisatie van Suriname. En dat, de kijk op die periode, dat is het verschil met de huidige viering van de emancipatie, van de vrijheid, van het vrijmaken van de slaafgemaakten, de afschaffing, de formele afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863. Want zoals men weet, heeft men daarop volgend een periode van 10 jaar ingelast, waarbij de slaven
nog zich moesten houden aan allerlei regels die niet veel verschilden van hun slavernijperiode. Maar goed, ik ga daar niet verder op in, want ik heb dit allemaal naar voren gebracht alleen maar in het kader van de viering en de herdenking van die datum van 1 juli die jaarlijks plaatsvindt. En daar doet heel Suriname aan mee. Het is een nationale dag, een vrije dag, een feestdag. En rondom die datum is er heel wat politieke ruis, omdat die datum onder druk staat van een zeer onduidelijk emancipatieproces in Suriname. Die bevolking wordt steeds bewuster van haar geschiedenis en ontwikkelt telkens een iets andere, genuanceerdere kijk op die slavernij en op die datum van 1 juli, van waarbij men de slavernij herdenkt en de vrijheid viert, de burgerlijke vrijheid. Ja, en dus het komt er gewoon neer, dat is het nieuwe van de viering nu. En dan is het nog toevallig zo dat voor het eerst in de geschiedenis in Nederland bij de afgelopen verkiezingen een rechtse politieke partij, een extreem rechtse politieke partij, de PVV van meneer Geert Wilders, die heeft de verkiezingen gewonnen. En is met een kleine coalitie, heeft men er heel lang over gedaan om een regering te vormen, omdat men per se geen bondgenoten wilde hebben ter linkerzijde van de Nederlandse politiek. Dus men wilde koet een rechtskabinet. Maar dan moest men akkoord gaan met heel wat racistische uitgangspunten van de PVV. En dat heeft men niet gewild. Dus men heeft het rechtsextremisme van de PVV, heeft men, men heeft daar druk op gezet. En Wilders eigenlijk onder druk gezet om een aantal van die extreme uitgangspunten in te trekken. Men noemt het in de ijskast doen. Men heeft dus Wilders onder druk gezet om een paar van zijn extreme opvattingen in de ijskast te doen, zogenaamd om te kunnen komen tot een gedoog kabinet waarbij men eigenlijk dat rechtse, de terugval eigenlijk in het democratische regeren van Nederland. Het is een stap terug, maar dat gebeurt in de geschiedenis overal, hè. Men zegt, je kan één stap terug maken en twee stappen vooruit. Dan ben je ook vooruit gegaan, maar dan ben je één stap vooruit gegaan. Maar daarin komt het voor dat je stappen achteruit zet om die stappen vooruit te kunnen maken. Een mooi voorbeeld is wanneer je een berg beklimt. Als je bezig bent een berg te beklimmen en je wil naar de top, dan is het normaal dat je een bobbel kan tegenkomen onderweg, waarbij je om die bobbel heen moet gaan om naar boven door te kunnen gaan, te kunnen lopen of te kunnen klimmen. En dat afwijken van jouw koers kan soms ook een paar stappen achteruit betekenen. Dat je eventjes weer naar beneden moet gaan om vanuit een ander punt aan de zijkanten weer naar boven te proberen te klimmen. En dan lukt het je wel om een bepaald punt te passeren. En dan ben je dus netto erop vooruit gegaan. Terwijl je om die vooruitgang te hebben kunnen boeken, heb je een paar stappen achteruit moeten zetten. En laten we hopen dat dat ook het geval is nu met de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek, dat die verrechtsing waar we nou allemaal getuige van zijn, dat een historische betekenis zou kunnen hebben, dat onder bepaalde omstandigheden dat misschien nieuwe openingen kan bieden om te klimmen op de weg waar wij al waren, de klimmen naar een multiculturele samenleving, het accepteren van afwijkende inzichten van medeburgers in een democratisch land. Maar dat is een proces dat je niet kan forceren. Het is toch iets dat je waar je dus een zekere infrastructuur voor moet hebben en een zekere
zekere rijpheid. Ja, nogmaals, ik feliciteer hierbij alle luisteraars van Radio Tamara met de 1 juli viering van de vrijheid en de democratie in Suriname, een ex-kolonie van Nederland, waar wij worstelen nog met de gevolgen van slavernij en de gevolgen van kolonisatie. Ja, het zijn twee aparte dingen. Heel veel mensen willen er één potpourri van maken, maar dat is het helaas niet. Het zijn twee gescheiden fenomenen die natuurlijk vele overeenkomsten hebben, maar het zijn toch twee gescheiden zaken. En nu is de aandacht bij het begin van de wordingsgeschiedenis van de Surinaamse natie. En dus dat betekent, je zult die hele geschiedenis moeten betrekken in dat proces. En dat betekent dat je ook na wat zich heeft voltrokken, na die onafhankelijkheid, na die afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863, is dat proces van emancipatie, van natievorming, is doorgegaan en heeft zich verrijkt met de immigratie van andere groepen van die bevolking in andere fasen in die geschiedenis. En die hebben allemaal recht om hun eigen bewustwordingsproces te herdenken en te vieren. Het bewustwordingsproces van de democratische samenwerking met de Surinaamse natie. Ja, je bent in een nieuw gebied gearriveerd. Ja, de ene door deportatie, de andere door vrijwillige migratie. En weer andere door onvrijwillige migratie. Allemaal die hebben een eigen geschiedenis. En uiteindelijk is het de bedoeling dat als wanneer je aan natievorming doet, dat je met elkaar samenwerkt en dat gezamenlijk doet. En het begint met het erkennen van de authenticiteit van diegenen die men aantrof toen men arriveerde in het land Suriname. En daar moet men compleet van geven. Men moet het niet alleen met de mond beleiden, maar men moet in de praktijk, moet men die solidariteit ook zichtbaar maken. Maar goed, het is vandaag de overgang van zondag 30 juni naar maandag 1 juli. 1 juli in het jaar 2024. Ja, en we zijn dus Moesdee Manting van 1 juli. En nogmaals, ik kan het niet anders zeggen, want ik ben ook emotioneel. Deze. En ik zeg een hippiepoeré aan alle Surinamers die het betreft, die verbonden zijn met het land en de natie Suriname, dat die dus deze dag in het bijzonder vieren, het is hun dag. En allen die solidair zijn met de Surinamers, ja, en met name met die oorspronkelijke bewoners en van Suriname, de Indianen. En Suriname heeft een specifiek iets dat we beter moeten gaan bestuderen, omdat dat de kern is van onze natievorming. We hebben een merkwaardig gegeven dat de oorspronkelijke bewoners van Suriname de inheemse zijn, dus de Indianen. Ja, laten we het zo zeggen, het is een hele foutieve naam, dat weet ik, maar het is heel lang gebruikt en een heleboel mensen die weten dan precies wat je bedoelt. Dus die Indianen, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Maar Suriname heeft een bijzondere situatie, omdat na die Indianen is het zo dat dus de Europese kolonisten hebben onvrijwillig de Afrikanen uit Afrika in slavernij, ja, dus niet in vrijheid, maar in slavernij gebracht naar Zuid-Amerika, naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. En met name in Suriname. Dat we zeggen, die gearriveerde Afrikanen waren ontheemd. Alle menselijkheid was hun ontnomen. Zij hadden geen andere keus dan zich te vestigen in Suriname. En Suriname
als hun nieuwe habitat te accepteren. En dat heeft een bijzondere solidariteit veroorzaakt tussen de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de inheemse, en deze onvrijwillig gedeporteerde mensen uit Afrika die zich hebben moeten solidariseren met de aangetroffen Indiaanse volkeren en dat ook hebben gedaan. In het begin ging het een beetje moeilijk, een beetje schuchter, zoals dat in vele gebieden in de wereld het geval is, als twee onbekende volkeren elkaar op één stukje land ontmoeten en tot elkaar veroordeeld zijn. Maar gaandeweg heeft de inheemse groep autochtonen zich gesolidariseerd met de nieuw gearriveerde ontheemden uit Afrika. Het zijn mensen die niet eens weten waar ze vandaan komen. Men heeft ze overal van Afrika geroofd. Ze zijn verhandeld in Afrika. Eerst hebben in verschillende depots gezeten en ze hebben toen die oversteek, die transatlantische oversteek, hebben ze gezamenlijk gedaan naar de Amerika's, waar voor hun een nieuw leven is begonnen. En die mensen, je kan niet zeggen dat er mensen op deze wereld zijn die geen thuis hebben. Dat is dus hun nieuwe thuis geworden. Het is een groot verschil met een immigrant. Een immigrant die een contract tekent of bewust is waar hij naartoe reist en dat doet met een bepaald doel en zich aan dat doel houdt en ook de optie heeft om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Die zaken waren allemaal niet aan de orde met de deportatie van Afrikanen naar Zuid-Amerika. Zij hadden die keus niet. En dat is precies het punt waar een heleboel Surinamers over struikelen, wanneer andere groepen van de bevolking in Suriname blijk geven geen respect te hebben voor dat gedeelte van de geschiedenis, waarbij men mensen heeft ontmenselijkt en waarbij die mensen als ontheemden toch een menselijk bestaan hebben weten op te bouwen in Suriname. Daar moet men diep, diep respect voor koesteren. En dat gaan we afdwingen. Dat is het gevoel. Ik vertolk nu de gevoelens van de basiskern van het Surinamerschap. Het besef dat wij ons een eigen leefklimaat hebben geschapen met de middelen die er waren, met de onmogelijkheden, de onmenselijkheden die hebben plaatsgehad. Hebben wij elkaar solidair in de armen genomen en hebben we een volkseenheid weten te constitueren in Suriname. Wij hebben op die manier een begin gemaakt aan natievorming op het grondgebied Suriname. En wij verlangen van iedereen die zich op dat grondgebied is komen vestigen, een primaire betuigen van solidariteit met de aangetroffen bevolking die het bos, het ondoordringbare oerwoud, toegankelijk hebben gemaakt voor bewoning. En dat eeuwenlang voordat er in de 19e eeuw sprake was van een georganiseerde immigratie. Ik heb het over dus die pre-immigratieperiode en de pre-Nederlandse kolonisatieperiode. En ja, je hebt ook een geschiedenis van de pre-Columbus periode. Dat noemen we de pre-Columbiaanse tijd. Ja, daar gaan we andere keren ook aandacht aan moeten besteden. Het prille begin van de vorming van de Surinaamse natie op het Zuid-Amerikaanse grondgebied. Goed, het is maandag vandaag, vroegsmorgens, 1 juli. En het is het begin van de 27e week van het jaar 2024. En dit is de 48e aflevering voor Radio Tamara. De 48e programma dat ik produceer ten behoeve van Radio Tamara. En het is dus
emancipatie die, dat doe ik vooral voor die jongere generaties die ook veel luisteren naar dit programma. En ik doe een beroep op die jongeren om door te geven aan hun vrienden en vriendinnen dat dit programma bestaat. Want het is, ik doe ook mijn best om tevens een stukje educatie mee te nemen in de berichtgeving. Zodat onze jongeren niet meer als verdwaalde elementen in mijn ouders zouden in mijn tijd, toen ik nog jong was, zouden ze zeggen als een kip zonder kop te leven, maar gericht leven te leiden met een bewustzijn van het hoe en waarom van jouw aanwezigheid op het grondgebied Suriname en op die manier jouw leven te leiden in vrijheid en in onafhankelijkheid, maar toch wel bewust van waartoe jij op aarde bent. Ja, dat moesten we vroeger, hoe ze dat vroeger leren bij de katholieken. De EBG's hadden ook zoiets. Maar ik ken dat riedeltje van die katholieken. Waartoe zijn wij op aarde? Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en hier en het hiernamaals gelukkig te zijn. Maar ja, ik heb dat ding 1000 keer moeten opzeggen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, maar die 1000 keer wist ik 999 keer niet wat ik aan het zeggen was. En dat geldt voor velen die dus al die Bijbelse teksten uit het hoofd hebben moeten leren. En sommigen hebben moeten zingen. Vooral bij de EBG is zingen belangrijk. Bij die katholiek had je meer het catechismus wat je uit het hoofd moest kennen. Maar die EBG'ers die hadden echt van die mooie liederen waarin al die Bijbelse teksten gezongen werden. En die hoort mensen nog, de ouderen vooral onder ons, die hoor je nog die liederen. En die delen, fladderen van teksten, hoor je ze hardop zeggen. En ik heb eentje onthouden, maar ja, dat die ene die zo bekend is van Heer, ik wil geen aardse goederen. Heer, ik wil geen heerschappij. Ik wil slechts wandelen aan uw zij. Wel, meneer Zegi, wat lof uno wandelen. Te ook is sikara u futu. Maar ze hebben gewandeld en hebben niet beseft in welke richting ze gingen. Bidden mij wandelen aan Jezus aan hun zij. Maar het heeft niet heel veel opgeleverd. Als we zien wat er nu met Suriname aan de hand is. Maar goed, ik ga naar de orde van de dag van het programma. En dan weet u, ik heb het de vorige keer ook gezegd, de vorige uitzending, dat was woensdag, dat er een voetbalgekte heerst er in Europa. En die voetbalgekte heerst ook in Zuid-Amerika, Copa America. En het is een en al voetbal wat de klok slaat. En ik heb vandaag nog kunnen genieten, eigenlijk samengevat, want u krijgt genoeg informatie over die voetbalkwestie. Dus ik ga dit programma niet vullen met voetbalnieuws, want dat is te veel. Maar in ieder geval wat het kenmerk is van wat er in die voetbalwereld aan de hand is. Samengevat, je ziet dus vele voetbalteams uit landen die favoriet zijn, die door de boekmakers worden aangeduid als de potentiële winnaars. Je ziet ze vaak teleurstellen. Dat onbekende teams, en dat zijn vooral die teams uit die Slavische landen in het oosten van Europa, die men niet kent, Servië, Slovenië, Roemenië, enzovoorts, Polen, dat die ploegen, omdat ze een mentaliteit hebben van knokken en opkomen voor het vaderland, maken ze die goede voetbalteams die bekend staan om hun prachtig voetbal, zoals de Italianen en de Spanjaarden, die krijgen het heel moeilijk door het ijverige voetbal van onbekende teams. Dat is het kenmerk van de competitie in de hele wereld. Je ziet het
dit verschijnsel dat ik nou zo aangeef voor de vuist weg, zie je ook in Zuid-Amerika, waar op dit moment de Copa America gaande is. Dan zie je ook dat Brazilië, die wint met grote cijfers van Paraguay, maar nadat ze met moeizaam een gelijkspel hebben kunnen verkrijgen met Costa Rica. En dus dat soort tendensen zie je ook in Europa. Dat onbetekenende kleine landen met onbetekenend voetbal en vaak een laag voetbalniveau toch nog die grote sterke landen partij kunnen geven. Door mentaliteit, door knokken en de boel dicht timmeren en vooruit spelen. Geen tikketak naar achteren, maar gewoon alle ballen die komen vooruit. Ja, en dan wordt die tegenstander ook moe. Dus daar leer ik van. Dat je niet moet opgeven, ook al ben je de gedoodverfde underdog en de gedoodverfde zwakke, jouw kansen zijn toch talrijk. En je moet ze benutten gewoon. Daar gaat het om. En nu heb ik als nieuws want ik ga nu naar het Caribisch gebied en dan heb ik te melden dat er nu een storm woedt in het Caribisch gebied. En die storm die is begonnen in die bovenwindse eilanden daar in het Caribisch gebied. En die ontwikkelt zich naar een categorie 3. Een categorie 3 storm. En dat is eigenlijk een voorfase van een orkaan, kan je zeggen. En die heet nu die tweede storm die woedt. Want het stormenseizoen is begonnen. En die tweede storm die nu woedt in het Caribisch gebied heet Beryl. Ja? En die is vooraf gegaan door een storm met kenmerken van een orkaan. En die is aan land gekomen in Mexico. En die had men Alberto genoemd. Dus Beryl is de tweede stormcategorie die nu woedt in het Caribisch gebied en zich ook richting Mexico en het noorden ontwikkelt. Suriname ligt wat dat betreft. Suriname ligt op het noordelijke halve front. Waar dus die stormen zich ontwikkelen. Maar nog net in die zuidelijke regio zit Suriname tegen de evenaar aan. En dat is het geluk dat wij dus die grote stormen niet kennen. Wij worden hoogstens af en toe meegenomen in die staart van een orkaan die dan zich ontwikkelt naar het noorden, naar de Verenigde Staten. En aan land komt in Florida, Miami daar, en dan verder raast. Ik moet afkloppen nu ik dit vertel, omdat door klimatologische omstandigheden het klimaat in deze wereld aan het veranderen is. En dus er gebeuren gewoon andere dingen. In het klimaat zie je rare verschijnselen. In Suriname zie je op sommige plaatsen in het zuiden van Suriname ook klimaatveranderingen in de vorm van een woestijnvorming, dat je plotseling extra droogte kan hebben, waarbij het water niet meer in die rivieren komt. Dat moeten we gaan bestuderen. En we moeten Suriname nu serieus gaan nemen, want we hebben vroeger al die verhaaltjes van die Nederlanders nagepraat. Maar de zaken zijn veranderd in Suriname. Dus we zullen wel degelijk te maken krijgen met extreme droogtes, waarbij er geen water is. En we zullen te maken krijgen met extreme wateroverlast, waarbij er te veel water is. Met andere woorden, jouw verkeer en waterstaat, het zorgen voor dat je langs waterwegen je kunt verplaatsen. Het ervoor zorgen dat rioleringen het water op een juiste manier afvoeren en dat bij te veel water er geen overstoppingen plaatsvinden door de overstromingen, et cetera. We zullen het water dus moeten gaan organiseren. En dat is een nieuw hoofdstuk dat wordt geplakt aan ons land Suriname.
waar vroeger alles door de natuur gegeven was en goed in elkaar zat, zie je dus ontregelingen van de natuur ook. En je ziet dat de mens een handje meehelpt die natuur te ontregelen, want doordat men zonder planning jacht maakt op wilde dieren, jacht maakt op vissen. In een berucht onderwerp is dat onze president visvergunningen heeft beloofd aan Guyana. De Guyanezen vissen al onze wateren leeg. Surinamers die vissen niet. Die nemen de moeite niet om in een boot te gaan zitten om vis te vangen. Ze laten dat andere volkeren voor hen doen. En die bestelen ons bij het leven. Daar scheppen ze ook vaak over op. Ik heb vaak artikelen gelezen in de Guyanese kranten, waarin de Guyanese vertellen hoe ze die luie Surinamers te pakken hebben die niet willen gaan vissen. En die Guyanese die verkopen de Surinaamse vis. Ja, en daar komt gewoon een Guyanees label op. Want een vis heeft geen merk. Een vis heeft geen naam. Dus als die vis wordt gevangen in Suriname en wordt gebracht naar Guyana, wordt die van daaruit verkocht als Guyanese vis. En zo krijg je dus een heleboel verwarring. En dat is dus ook het kenmerk van de situatie in Suriname. Ik ben begonnen bij die natuur. Dus die natuur heeft nu nieuwe ontwikkelingen teweeg gebracht in Suriname door klimatologische veranderingen. En daar moet je beleid op maken. Dit wat ik u nu vertel, is decennia lang heb ik dat meegemaakt omdat ik me hiermee bezig hou. Heeft men gewaarschuwd voor de zeespiegelstijging in het noorden van Suriname. Denkt u dat Surinamers dit serieus hebben genomen en een meerjarenplan hebben ontwikkeld hoe men potentiële stijgingen van de Atlantische Oceaan het hoofd kan bieden en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen? Men zit er maar naar te kijken. Men maakt grapjes met zogenaamde oriëntatiecommissies en men noemt telkens de naam van diezelfde professor Naipaal, die met een clubje studenten van de Anton de Kom Universiteit mangrove plantjes gaat planten in het noorden, omdat dan zogenaamd die zeespiegelstijging zal worden opgevangen. En het is gewoon om te huilen dat er eigenlijk niks gebeurt. Men verkoopt de Surinaamse bevolking gebakken lucht. En eenmaal over gebakken lucht sprekende, zal ik u gelijk dit vertellen wat ik onder ogen heb gezien. Ik zag een programma van, dus ik ga over naar een nieuw nieuws item. En het gaat deze keer over het ziekenhuis in de Marowijne. Een ziekenhuis in Albina. Is er een mooi nieuw ziekenhuis gebouwd. Ja. En met subsidies en met landsmiddelen. En dat ziekenhuis, daar is meneer een Surinaamse journalist, genaamd Gerald Harderwijk, die is er naartoe getogen met zijn camera en heeft een opname gemaakt van wat hij heeft aangetroffen. Je ziet op de beelden dat Gerald Harderwijk, die komt bij een poort en dan zie je dat er een wachtershuisje, een huisje voor de wacht, is gebouwd. Dat huisje staat leeg, zonder meubilair. En hij laat die camera gewoon draaien en laat zien dat er niemand aanwezig is. Hij is op gewoon een doordeweekse werkdag, heeft hij een bezoek gebracht aan dat ziekenhuis. Dat officieel in werking is. Officieel functioneert het ziekenhuis. Nergens is er melding gemaakt van dat het ziekenhuis niet functioneert of buiten werking is gesteld. Ja, en dan laat hij zien wat dat in Suriname inhoudt. Hij gaat met zijn camera naar binnen. Ik neem u ook mee als luisteraar. Neem ik u mee met de camera van Gerald Harderwijk, die voor een Surinaamse televisieorganisatie een rapportage maakt. Hij gaat met zijn camera naar binnen door die hoofdpoort. Niemand aanwezig. Die poort die staat open te gapen. Die is zelfs niet eens dicht te maken. Maar je kunt gewoon naar binnen en naar buiten lopen op het terrein van het ziekenhuis.
ziekenhuis. Gaat hij dan met zijn camera en hij komt binnen in het ziekenhuis. Hij komt bij de voordeur. Dan stapt hij stapt naar binnen en hij laat zien dat alle lokalen leeg zijn. Maar al die bordjes die staan bij die lokalen van de receptie, hier melden alsjeblieft. En dan zie je al die borden. En je ziet niemand, niemand is aanwezig. Iedereen weg. En dan gaat hij naar verschillende lokalen, hoor. Hij loopt gewoon met u, kijker, loopt hij mee om u te wijzen wat hij aantreft. En dan zie je een binnenplaats, want dat gebouw is een laag gebouw. Is gebouwd in een soort carré-vorm, een U-vorm. En heeft een binnenplaats, helemaal leeg en een beetje overhoekerd. Hier en daar onkruid. En niemand is aanwezig. En ja hoor, nadat hij een heleboel lege lokalen heeft gefilmd. Lokalen waar apparatuur is weggedragen. Je ziet duidelijk dat men de boel heeft zitten slopen. Dan komt hij plotseling drie netjes geklede verpleegsters komt hij tegen. Ik moet lachen als ik eraan denk. Hij komt drie verpleegsters tegen. En dan zegt hij, oh, dames, werkt u hier? Is dit het ziekenhuis, Marowijnen ziekenhuis? Ja, zeggen die dames, dit is het Marowijnen ziekenhuis. En die man zegt, maar wat doet u hier? Dan zeggen die mensen, we werken. Nee, die vrouw is mooi geformuleerd. Ja, maar die formulering van vrouw. Wat voor de priester, ja. We beantwoorden aan de zorgvraag. De zorgvraag van onze patiënten. Ik weet niet of ze het woord patiënt heeft gebruikt, maar er is een zorgvraag en daar beantwoorden ze aan. Dat is ze daar aan het doen. Maar die reporter vraagt aan die vrouw, wie vraagt die zorg? Want ik zie niemand. Ja, nee, maar we beantwoorden die vraag wel. Dus u moet me niet zeggen, een vrouw begint te geïrriteerd. Vraagt u me deze moeilijke dingen niet. Dus dan laat in die tussentijd dat ik u dit vertel. Laat die man die camera lopen, dan zie je gewoon, niks is er te halen daar. In het ziekenhuis, gewoon kapitaalverspilling. Ja, en het is een gebied waar Brunswijk heeft daar de jurisdictie. Brunswijk van de ABOP. Ja, en de minister Amar Ramadin, die gaat over volksgezondheid. En die gaat daarover. En dan moet ik u zeggen, terwijl ik naar het programma keek, moest ik huilen van verdriet. Van zoveel onkunde, zoveel bedrog, zoveel gebakken lucht. In Suriname. En men draait maar om de hete brei heen. Terwijl die camera laat je zien. Kapitaalvernietiging. Een leeg staand nieuw gebouw. Net gebouwd. Het gebouw ziet er wel heel mooi uit. Ja. Maar leeg staand. Je ziet dat dingen zijn weggedragen. Zijn gestolen. Er is geen sociale controle. Dus laten we aan de kant laten. Het feit dat er gestolen worden, dieven. Dieven stelen overal. Overal in de wereld stelen dieven. Maar als je een fatsoenlijke burger hebt, dan moeten ze toch ook optreden tegen die dieven. Dan moeten ze gewacht maken, moeten ze zeggen, hey, nog wel een stoel. Die stoel is niet van jou, laat hem zitten. Dus je ziet niemand die één poging onderneemt om het bezit en de eigendom van de staat te beschermen. Het is één stukje verwaarloosde boel, een zogenaamd nieuw ziekenhuis. Je ziet inderdaad drie verpleegsters in hagelwit uniform, mooi gestreken met goma volgens mij. In mijn tijd zouden we zeggen, de man pota goma, die verpleegsters uniform, wat dat ding, zag er heel mooi netjes uit. Wat dat betreft 10 punt voor onze Surinaamse vrouwen, hygiëne 10 punt. Mooi in witte uniformen staan die mensen daar en er is één airco die draait in het ziekenhuis, want ze willen het niet warm hebben. Dus weet je wat het navrante is? Dat die airco werkt. Dus het is een mooi ziekenhuis wat je ziet. Je ziet echt geen bouwvallige toestanden, zoals je dat soms hier en daar in Afrika tegenkomt. Nee. Een nieuw, ik heb het over een nieuw gebouw. En je ziet het in die beelden.
Maar er is nul aanwezigheid van personeel. En natuurlijk zijn er geen patiënten. Dan zegt die vrouw, ze beantwoord de zorgvraag. Ze zijn bezig de zorgvraag te beantwoorden. Dus mijn locatorie, wie dank je? Sernang, Suriname, Maar dan ga ik u nog wat vertellen. Ik heb jaren geleden heb ik eenzelfde soort film gezien over Noord-Korea. Ja? Noord-Korea was hetzelfde aan de hand. Een Nederlandse journalist die ging daar ook een film maken. En die man kwam. Dus ik vergelijk die twee films met elkaar. Dan om u een indruk te geven hoe belachelijk wij ons maken. Die Nederlandse cineast, de journalist, die maakte een film van Noord-Korea. En hij kwam bij een kruispunt. Ja, daar kwamen twee grote snelwegen, die kruisten elkaar op een punt. En het was echt, als u die wolkenkrabber ziet. Wolkenkrabber, rijlijk wolkenkrabber. Mooie wegen. Maar energie, auto, er reden geen auto's op die wegen. Maar die wegen waren allemaal netjes gebouwd. Ze waren klaar, ze waren af. En op het kruispunt, op een verhoging, stond een politieagent het verkeer te regelen. Maar kwam geen verkeer. Dus hij zegt, dimisha opname. Dit soort dingen gebeuren in de wereld. Suriname is niet uniek. Dus ik keek naar die film van Noord-Korea met één politieagent op een kruispunt. En die man met een fluitje, die man fruit. Dan moet het verkeer van die ene kant optrekken. Dan maak je zo na en anu van optrekken. Maar niemand trekt op, want er is niemand in het verkeer. En dan geeft die man weer een teken, fruit, als fluit hij weer, fruit. Dan geeft hij een stopteken, dus het verkeer moet stoppen. Dan wacht hij, je ziet die man wacht op overstekend verkeer dat er niet is. Dat er naar geacht wordt te zijn, maar er niet is. Steekt dus niet over, maar die man wacht met zijn fluitje. Tot hij heeft dat de laatste niet aanwezige persoon is overgestoken. Dan mag fruit, die mag aan fruit. Zo, en dan mag die andere kant optrekken nu. Dus die Nederlandse cineast heeft dat ding, die man vond dat ding vreemd, joh. Die man heeft dat ding gefilmd. En wat ik u zeg, aan een joke. Dit is werkelijk vertoond in Europa. Ik heb het gezien. En ik heb het verschillende malen gezien, want men wou het niet geloven. En nu kom ik met de politieke analyse van de ding hier. En je hebt het ook dus in die communistische staten, waar dingen bij decreet moeten gebeuren. Dus gewoon de regering heeft de opdracht gegeven dat er twee snelwegen moeten worden gemaakt. Ze hebben alles mooi in regels en de wet vastgelegd. Die twee snelwegen zijn ook gemaakt. En een politieagent regelde het verkeer. Maar er was geen verkeer. Die bevolking was er gewoon niet. Maar op papieren en de kranten staan allerlei berichten over dat die gebouwen daar op die hoek af zijn. En dan zag je ook op die opnames, zag je lege gebouwen, dus kant en klare wolkenkrabbers. Gewoon leeg, er werken geen mensen. Maar de regering had opdracht gegeven dat die dingen moesten worden gebouwd. En ze zijn gebouwd en ze staan er, maar ze functioneren niet. Dat is Suriname. Alles is er, maar het werkt niet. En als je die Surinamers erop wijst dat die dingen niet werken, worden ze boos. Dan wordt Suriname boos. Ja, in een lopsernang, in een lipja. Waar woon je? Dan beginnen ze te vragen. Waar woon je? Je woont niet hier. Dus duvel op. Liep uno, na zo de. Dus niks werkt, maar we hebben alles. We willen alles hebben. We hebben computer. We hebben alles. Mobieltjes, de mobieltjes lijn. Als je ziet, alle jongeren moeten met een mobieltje. Als ze het niet hebben, dan hebben ze ruzie thuis. Vele maken ook ruzie thuis. Maar denkt u dat er een sluitend systeem is van providers en van digitaal verkeer dat een bepaald niveau bereikt? Het is allemaal chaotisch. Het is niet vanuit de grond opgebouwd, maar men maakt er wel gebruik van. En dat is nou zo'n voorbeeld van een hospitaal dat door giften
en door subsidies tot stand is gekomen. Dat geld is gearriveerd, het gebouw staat er. En drie verpleegsters, ik weet echt niet wat ze heeft gemotiveerd om aan het werk te komen. Maar drie verpleegsters staan daar en die worden geacht dat hospitaal te draaien. Maar nu komt de reactie van de minister. Nou, die opname die ik u vertel van het ziekenhuis in Marowijne, die is direct viraal gegaan. Dat ding is verspreid over de wereld. Dus allemaal, wat ik u nu vertel, velen van u zullen het ook gezien hebben. Dus dat verhaaltje ging als een lopend vuurtje. Ishatori van een hospitaal voor Marowijne. Een hospitaal dat er is, maar toch er niet werkt. Ja, en iemand die zegt dat hij daar werkt en als er wordt gevraagd naar die vrouw, van waar zijn die patiënten? Zegt die vrouw, ja, ze is er om de zorgvraag te beantwoorden. Nou, dus nu komt de minister van Volksgezondheid, nadat de hele wereld het filmpje al heeft gezien, komt die minister van Volksgezondheid erachter. Meneer Amar Ramadine, wat is hij slim. Hij kwam als laatste kwam hij erachter dat zo'n filmpje gemaakt is. Dama, als jongen. Zo'n megafilm. Meneer Gerald Harderwijk. Ja, Gerald Harderwijk heeft die film gemaakt. En wat ik. Die man is met een epistel gekomen. Dus dan ga ik u een Surinaamse reactie geven erop. In plaats dat die man zich schaamt dat dit soort tafereelen waar hij voor verantwoordelijk is, dat die zich voordoen in Suriname, wordt die man nou boos. Minister wordt boos. Minister vraagt zich af, wie heeft die film gemaakt? Minister heeft gezegd, gaat die persoon die film heeft gemaakt aanpakken. Hij gaat, heeft hij ook gezegd, dan komt die man met het handvest van ziekenhuizen in de wereld. Dat man lees al wet je dan, dat je niet zomaar het ziekenhuis terrein mag betreden. Er is naar een overtreding begaan. Iemand heeft zonder toestemming het ziekenhuisterrein betreden en heeft er een illegaal filmpje gemaakt. Dit filmpje is illegaal. Ja, hoe komt dat die man erbij? En wie heeft hem toestemming gegeven? Dus die arme drie verpleegsters die aanwezig waren in het gebouw, in het spookziekenhuis van Albina. Die drie verpleegsters die aanwezig waren in het zogenaamde Marowijne ziekenhuis, die gaan nou op hun donder krijgen. Want hun baas, de minister, is boos dat zij toestemming hebben gegeven. Terwijl die dames hebben gezegd, ze hebben die journalist daar aangetroffen, maar ze hebben geen toestemming gegeven. Maar zij zijn nou het kind van de rekening. Dus in plaats dat die minister zich schaamt en naar een verklaring zoekt om de gemeenschap uit te leggen dat er daar iets mis is gegaan, begint hij de aanval. Dus hij denkt, aanval is de beste verdediging. Dus die man begint de mensen die reportage hebben gemaakt aan te vallen. En dat is precies wat er elders in de wereld gebeurt. Daarom heb ik dat voorbeeld gegeven van Korea. En destijds is men ook boos geworden op die journalist die film over de niet functionerende verkeersregelaar van de politie op een kruispunt in Noord-Korea. Dat die film is in de wereld rondgegaan en dan worden die politieke bestuurders worden boos. Ze vinden dat is anti-reclame. Er wordt geen goed woord gesproken over hun land en dan worden ze boos op die journalisten. En ik moet u zeggen, in die rol zit ik nu ook. Het is ook gebeurd in een SLM-vlucht. Weet u het nieuws wat ik u nou moet brengen? En daarmee ga ik nu rechtstreeks in een sneltreinvaart het nieuws behandelen. Want ik zie dat we naar het einde gaan van het programma. Maar ik ga u toch het nieuws dat eigenlijk geen nieuws is. Daar heb je het al, hè? Dat ik zelf ook in die caravana zit. Namelijk, ik word geacht uw nieuws te brengen. Maar wat voor nieuws moet ik u brengen? Zo'n Harjo is gefilmd in een SLM-toestel. Een SLM-toestel van Amsterdam naar Paramaribo. En het is de PI
293-28 juni. Ja, dus is een werkelijke vlucht. En die vluchten, u hebt het laatste bericht gehoord, die laatste vlucht van SLM is weer vertraagd. Mensen zijn nog blijven hangen in Nederland. En nee, die zijn blijven hangen in Suriname en kunnen niet naar Nederland. Dus ik heb het nou over een andere vlucht die van Suriname naar Nederland moet gaan. Die van zaterdag heeft niet kunnen vertrekken. En die mensen zijn allemaal gedupeerd. Dus als u hoort hoe er geschonden wordt, Suriname moet maatschappijen inhuren, leasen, noem men dat. Dan ga je op huurkoop, ga je een vliegtuig betrekken met personeel. Hè. Dus Suriname moet het personeel ook betalen. De piloot en bedienend personeel moet worden betaald. Ja. En dan heeft dat vliegtuig heeft een aanrijding gemaakt op de landingsbaan. Of dus bij het parkeren is er een ander vliegtuig of een of ander iets is tegen het vertrekkende vliegtuig aangekomen. En dat heeft die vertraging veroorzaakt. Het vliegtuig is beschadigd en kon niet vertrekken. Overigens voor de veiligheid van de passagiers. Maar het gaat om mismanagement. Daar gaat het om. Wij zijn in die luchtvaart bezig, maar we klungelen. Hele simpele dingen van een vliegtuig parkeren en dan weer naar die startbaan brengen om op te stijgen. Dat kunnen we niet. We hebben ook geen slurf in Suriname. We regelen allerlei dingen. Maar simpele zaken, onze transportband. Als u moet gaan kijken op Zanderij hoe een transportband werkt. Er wordt een transportband in werking gezet. En dan zit er een ploeg. Medewerkers van de SLM, van de luchthaven, of het nou van de SLM is. Of van de luchthaven, laat ik in het midden. Die halen wanneer een koffer een paar rondjes heeft gemaakt. Op die transportband haalt hij. Halen ze die koffers van de transportband weg. En ze melden niemand. En dan zetten ze die koffers ergens in een hoek. Dus eerlijk gezegd, ik ben lafgoed al. Dus ze maken op een transportband. Maar een transportband in Europa. Dus als dat ding één rondje heeft. Als jouw koffer één rondje heeft gemaakt. Dan mag je poering van transportband. Dan mag je het gaan zoeken tussen die honderden mensen. Die daar naar hun tafelis staan te graaien. Het is één chaos. Terwijl die transportband wordt geacht. De zaak te organiseren. En ik, dames en heren luisteraars, ik kan blijven doorgaan in elke sector van de Surinaamse maatschappij. Kan ik u hier wat van dit soort voorbeelden geven. Bij Assan in Marokko. En nu even terug naar die SLM-vlucht. Op een SLM-vlucht, de PI 993 van 28 juni, jongsleden, dat is vrijdag, ja, heeft Somo Harjo. Ja, van de PL, die is gefilmd door een passagier die in de business class. En dan zie je Somo staat daar met drie paspoorten in zijn hand. Drie paspoorten, een Nederlands, een diplomatiek paspoort en ik dacht een Surinaams, ja. En een Surinaams paspoort. Maar het komt erop neer, die meneer die heet Sunil Kalu. Dat heeft later in een artikel in de Surinaamse pers gestaan. Dat heb ik hier voor u opgezocht. Meneer Sunil Kalu, die zegt tegen Somo, ja, oteo pay me. Somo, oteo pay me. Ja, je moet me betalen. En Sunil zegt dat, maar ino pay me, Somo moet Sunil betalen. En dan begint Sunil met een paar onwelgevoeglijke dingen te zeggen tegen Somo Harjo. Hij zegt tegen Somo Harjo, hey Somo, je bent een van die boeven van Suriname, jongen. Schaam je niet, hè? Je zit met belastinggeld hier zeker. Je vliegt business class, ja? En kijk hoeveel paspoorten je hand hebt. Je bent weer bezig de boel te bedriegen, ja? En je vliegt business class. Hoe heb je ticket kunnen betalen? Ja, van het belastinggeld van de Surinamers. Jongen, jullie grote dieven en boevenbende. Dus zo ging men het Sunil Kalu. Sunil Kalu heet hij, een manager. Het blijkt iemand te zijn met een bedrijf. Want Somo heeft hem herkend. En Somo is natuurlijk heel boos geworden. In het vliegtuig heeft hij zich beheerst. Want Somo is ook iemand die uit zijn vel kan springen. Maar hij heeft zich beheerst in het vliegtuig. Somo is laf-lafu. Amai laf-lafu. Maar hij kon Sunil wel levend opeten. Sunil Kalu.
die heeft de gemeenschap een dienst bezorgd door Sommon flink te confronteren met zijn echte boefachtig gedrag in die samenleving. En dan komt Sommon aan het woord. Sommon zegt, dan moet u zien dat lage niveau van de Surinaamse politiek. Daarom geef ik u dit soort voorbeelden. Ik ben niet met een entertainment programma bezig om entertainment nieuws te geven. Nee, het is het gewone politieke nieuws van Suriname. Maar het is belachelijk. We maken ons onsterfelijk belachelijk in de wereld. En dan gaat hier is Sommon nog. Ja, Sunil zal mij niet kunnen schaden. Dus dat is een van Sommons opmerkingen. Of tegen die hatelijke dingen die Sunil hem naar zijn hoofd heeft geslingerd. Dan zegt Sommon als antwoord, Sunil zal mij niet kunnen schaden. En weet u waarom ik dit even eruit heb geplukt? En hij zegt tegelijkertijd ook tegen de Surinaamse pers, zegt Sommon, Sunil gaat nog van me horen. Dus hij gaat Sunil aanklagen. Hij gaat Sunil aanklagen. Waar kan die man gaan klagen? Als hij zelf, en dat hij de hele wereld kunnen opvangen. Als hij zelf zegt, Sunil zal mij niet kunnen schaden. Dus met andere woorden, Sunil doet zijn best om mijn imago schade te bezorgen. Maar het gaat hem niet lukken. Ja, maar je zegt tegelijkertijd dat je hem gaat aanklagen omdat hij jou door zijn manier van bejegening imago schade doet oplopen. En dat is nou precies die inconsistentie die je bij bijna alles in Suriname ziet. En ik heb wel een beetje genoten van deze situatie van Sommon Hardjo. Die is betrapt door Sunil Kalu in de business class van een SLM-vlucht. De PI 993 van 28 juni. En hij heeft Sommon er van langs gegeven. En ik ga u eerlijk zeggen, Surinamers moeten steeds meer die durf hebben om die oplichters en boevenbenden in de politiek, als ze die tegenkomen, gewoon de waarheid te zeggen. Je moet niet overgaan tot wangedrag of gewelddadig dingen te doen. Nee, maar je moet ze de waarheid zeggen. Je moet zeggen, hey, boerman, oh, je gaat weer op reis. Met welk geld? Ja, ik vond dat ding, dat is alsof je iemand op heterdaad betrapt. Als je zag hoe ze Sommon Hardjo keek, van mi gado ama kiss me. Maar goed, dan ga ik verder met het nieuws, naar het einde van het programma. En ik zeg het een aantal keren, om te kijken als de hoofdredacteur in de buurt is en mij zegt dat hij wil overnemen. Maar in ieder geval, natuurlijk, is in Suriname, had ik eigenlijk helemaal vooraan moeten zeggen, de heer Ossie Brouwmuller. Osje is niet meer. Ossie Brouwmuller is vrijdag 28 juni jongstleden overleden in Suriname. Het is de grondlegger. Ossie is de grondlegger van het Kawina Festival. Ja? En hij heeft zich jaren bezig gehouden met het Kaseko Festival. Ik zeg Kaseko Festival, maar het is het Kona, het Kawina Festival. En het afgelopen september 2024 had hij zich al 20 jaar daarmee bezig gehouden. En dat is een onderdeel van Suri Fiesta. En er zijn hele lovende woorden, hele mooie in memoriams geschreven over Ossie Brouwmuller, een bekende onder de Surinamers. Hij is de eigenaar van Tori Osso. Tori Osso is nu door zijn familie overgenomen door de jongere generatie. Ja, is een zeer gezellig cafeetje in het centrum van Paramaribo in de Rust en Vrede Straat. De Fred Derby Straat heet die tegenwoordig. En, maar goed, de Suriname rouwt. En ik vond het in het bijzonder leuk en waardevol een in memoriam geschreven door Ad Hermelijn, die haar uiterste best heeft gedaan om waardig afscheid te nemen in geschrift van Ossie Brouwmuller, de eigenaar van Tori Osso.
is niet meer. Hij was ook in Lieve, was hij lid van het bestuur van de Stichting Toerisme Suriname. Ossie heeft heel veel gedaan voor de horeca sector in Suriname. En weet u wat het leuke, dat is het, trouwens het leuke van Suriname, dat mag ook gezegd worden, is die ontspannen sfeer waarin men, ondanks al die problemen in het land, ondanks de chaos die er heerst, en u moet zeggen, ook de onkunde, de demonstraties van gebrek aan managementkwaliteiten, men doet heel pompeus, er zijn opgeblazen kikkers. Maar als de Sernamang achter een potje bier zit, een parbo bier, is hij de gezelligste burger ter wereld. Surinamers zijn gezellige wereldburgers. En dat kon je zien bij, bij het café van Ossie. Een van de meest spraakmakende cafés van Suriname, Tori Osso, in de Fred Derbystraat, oftewel de Rust- en Vredestraat. En ik wou een toespeling maken. Ossie is nu ook gaan rusten in vrede. En zijn café, laten we hopen dat zijn café nog jarenlang zal blijven bestaan. Want hij heeft zijn opvolging goed geregeld. Ik heb daar een paar keer dat mogen meemaken. Dat hele sympathieke jongeren dat café hebben overgenomen. En Ossie is als eerste ook begonnen met de streetparties te houden tijdens oud- en nieuwjaarsfestijnen in Suriname. Kreeg hij toestemming om op de stoep van zijn café om daar een groot feest te houden. Dat zo druk werd dat er bijna geen doorgang meer was in de Rust- en Vredestraat. Zo druk was het elk oud- en nieuwjaarsfeest met een streetparty bij Tori Osso. En iedereen kan er vol respect en eerbied over spreken, dat het een van de weinige authentiek Surinaamse cafés is. En ook zo'n ouderwets huisje, huisvest, met een mooie architectuur, met een gezellige keuken van Creool-Surinaams eten, maar ook algemeen eten, dat je daar kan vinden. Dus Ossie, die heeft het allemaal in zijn eentje moeten opzetten en is daardoor een icoon geworden in de horecasector van Suriname. Mogen zijn ziel rusten in vrede. Ossie Brouwmuller, populaire horeca-exploitant van Suriname, is niet meer. Goed, dan ga ik naar het nieuws wat ik u vorige keer had moeten brengen. Namelijk, en ik stel het maar tot het laatste nieuws maken, en dat is dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland 3 Surinaamse banken voor de rechter gaat slepen. En dat zijn de Surinaamse Bank, dus de Surinaamse Bank, zo heet die bank, een particuliere bank. Suriname heeft 10 banken, 10 geldbanken, particuliere banken. In totaal zijn het er 10. En 3 daarvan, die ga ik dus nu noemen, dat is 1 de Surinaamse Bank, die is gedaagd voor de rechter door het Openbaar Ministerie van Noord-Holland. En de Hakeringbank, ja, en de Finabank, die 3 banken, de DSB, de Surinaamse Bank, dus Hakeringbank en de Finabank zijn voor de rechter gedaagd. Er komt een rechtsproces tegen hun. En dan moet ik zeggen, de Surinaamse Bank, die is opgericht door Simon Abendanon in 1865. En als je goed kijkt naar die datum, is het direct na de afschaffing van de slavernij, is de Surinaamse Bank opgericht. Dat is dan ook de oudste bank van Suriname. En dan heb je dus die Hakeringbank. Die hoort ook tot de gedaagde. Er gaat een onderzoek plaatsvinden naar malversaties binnen die bank en dingen die niet in orde zijn op het gebied van witwassen, et cetera. En het heeft allemaal te maken met die eenzijdige inhouding in Nederland van destijds van die 19,5 miljoen
die is ingehouden van de Surinaamse banken. Nederland heeft dat gedaan een aantal jaren geleden. In 2018 is het gebeurd, ja. Dat heeft in het Financieel Dagblad gestaan. Is die 19,5 miljoen ingehouden. En Nederland vermoedt dat dat geld uit die drugshandel komt. En die Surinaamse banken die ontkennen dat. Het zijn dus 10 primaire banken in Suriname, waarvan dus die 3 worden gedagvaard. Suriname heeft 6 financiële instellingen en 10 primaire banken. En die staan allen onder toezicht van de centrale bank. Ik ga in een volgende uitzending in op de bankensituatie in Suriname. En ook voor de zoveelste keer ga ik behandelen hoe die wisselkoers tot stand komt en hoe wij als Surinaams volk worden belazerd. Dit was het voor deze keer. Ik hou ermee op, want ik zie dat de tijd voorbij is. En ik hoop dat onze hoofddirecteur overneemt. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara.